Woensdagmiddag 30 juni heeft wethouder Peter van Diepen van Heiloo een cadeau overhandigd aan twee jonge inwoners van Heiloo. Joep Zwart van 5 en Noor Zwart van 8 halen met hun skelter wekelijks vuilniszakken vol aan zwerfafval op in Heiloo. Om hun werk nog gemakkelijker te maken wilden ze graag een aanhanger voor hun skelter. Die wens heeft de gemeente Heiloo in vervulling gebracht. Daarnaast kregen tweetal nog een speciaal hesje, extra grijpers, handschoenen en groene afvalzakken. Nou, jullie hebben het al gehoord, hè? Ik ben de wethouder, Peter van Diepen. Maar ik sta hier met een ketting om, want normaal doet de burgemeester dit. En volgende week krijgen we weer een nieuwe burgemeester. Maar nu mag ik het als plaatsvervanger doen. En ik heb gehoord dat jullie zwerfvuilen ophalen. En dat is eigenlijk een prachtig voorbeeld hoe je kan zorgen dat je gemeente een beetje schoon blijft. He, want dat is jullie, nou ja, drijfveer zeg ik dan met een moeilijk woord. He, maar dat halen jullie op en dat vonden we zo ontzettend leuk. Dat we dachten, daar moeten we als gemeente ook gewoon eens aandacht aan besteden. He, en dat kunnen we aandacht besteden door iets in de uitkijkpost te zetten. Maar ook naar jullie aandacht besteden, omdat we gewoon een hartstikke goede zet vinden van jullie om dat te gaan doen. Nou, en daarom hebben we wat dingetjes bedacht om aan jullie te geven. En een paar cadeautjes. En dan begin ik bij kleine cadeautjes. En dan, nou ja, eindigen we misschien in nog iets. Een mega-cadeau. Kijk. Wat heb ik hier? Ik heb nog twee extra grijpers. Dan kunnen jullie samen met vriendjes kunnen jullie dat gaan doen. Want ik heb al op de foto gezien dat jullie zelf grijpertjes hebben. Maar dit is fijn, want we hebben vaak vriendjes en vriendinnetjes en dan wordt het ruzie om de stokken, hè? Ja, dus nou precies. Ideaal. Dus dit is ideaal. Nou, dan heb je natuurlijk om zwerfvuil te verzamelen, heb je afvalzakken nodig. Dus wow, super. Groene afvalzakken. Zo, goed zo, Joep. Dat is een mooie. Ja, en soms, of heel vaak, het is natuurlijk ook wel een beetje vies soms. Dus het is helemaal niet zo gek om een paar handschoenen erbij te kunnen dragen. Wauw, wat zeg je dan? Dankjewel. Nou, wat een mooie. En een hesje, zodat iedereen kan zien, supporter in schoon. Wauw. En daarin zitten nog extra hesjes, voor als we ook weer vriendjes meenemen. Nou, wat goed. Wow. Nou, de doos ook meenemen. Kijk eens aan, dus jullie mogen de doos ook meenemen. Doe het meteen aan. Ja, dat is een goed idee, Joep. Ja. Nou, Joep, doe het maar aan. Kom maar, dat is leuk. Hier, mama, doe jij hem ook. Ik wil vandaag appel afzoeken. Ja, we gaan meteen appel zoeken, dat snap je wel. Nou, ik ben supporter van schoon, staat er op je hesje. Kijk eens aan. Ja, zo. Dit is de achterkant. En dat is de voorkant. Ja, dat werkt. Ja, hij werkt goed, hè? En ik ben die meneer zijn... Nou jongens, en als laatste, want ja, je hebt natuurlijk dan na het werk heb je een volle vuilniszak. En die moet getransporteerd worden. En wat is er leuker om die zak natuurlijk dan mee te kunnen nemen in een aanhangwagen. Want dan kan je hem wegbrengen. En jullie hebben al een pas, heb ik begrepen. Ja, eigenlijk. Ja, om het weg te brengen. En dan hebben we ook gezorgd dat jullie achter de skelter een hele mooie aanhangwagen kunnen hangen. Kijk eens. Zo. Wow, is gaaf. En misschien kan papa even helpen om te kijken of hij eraan kan. Ja, vast wel toch? Kijk maar. Zo. Ja. Super goed.